De laatste training achter de rug, de eerste training ook in Odessa. Hoe was het stadion? Hoe zijn de omstandigheden hier? Het is een mooi stadion, groot. Het veld is even wennen. Het is een heel snel veld, maar we hebben goed getraind, dus we zijn eraan gewend. Hoe is het gevoel in de groep op dit moment? Je doet natuurlijk op het trieste nieuws rond Tony. Ik denk dat we als groep naar elkaar toe zijn gegroeid. En we gaan gewoon proberen om ook voor hem een mooi resultaat te boeken. En voor de rest moeten we gewoon zorgen dat we gefocust zijn op deze wedstrijd. Over de wedstrijd gesproken, 2 weken geleden wonnen jullie met 1-0 van Zorya. Wat hebben jullie meegenomen uit die wedstrijd wat je kan gebruiken donderdagavond weer? Ja, het is een hele stugge tegenstander die heel gegroepeerd speelt en in de tegenaanval gevaarlijk wil worden. Dat hebben we thuis goed gedaan en gaan we morgen weer proberen om heel geconcentreerd te spelen en de kansen die we krijgen af te maken. Is het denk je een voordeel dat zij misschien moeten komen omdat ze onderaan staan in de groep en als ze door willen, ja, dan zullen ze toch morgen wel een goed resultaat moeten halen? Ja, misschien krijgen we iets meer ruimte om te spelen, maar ik denk dat het team niet zo is dat ze vol op de aanval gaan spelen. Ze zullen toch van hun eigen kracht uitgaan en wij zullen gewoon goed moeten spelen en wat ik al zei, de kansen die we krijgen af moeten maken, zoals in de thuiswedstrijd, hadden we ook niet heel veel kansen en toch win je goed met 1-0 en geef je eigenlijk niks weg. En kijken naar de stand nu in de groep, hoe belangrijk is deze wedstrijd voor jullie? Ja, als je hier wint kun je een hele grote stap zetten natuurlijk, dus dat is ook de doelstelling. Even terug nog naar de laatste 2 wedstrijden, die werden niet gewonnen door jullie. Heeft het iets gedaan met het vertrouwen of heeft het veldspel eigenlijk genoeg vertrouwen gegeven? Nee, ik denk dat we 2 goede wedstrijden hebben gespeeld. We hebben iets te veel kansen gemist. Maar ik denk dat we met veel vertrouwen hier naartoe zijn gekomen. En ook de andere Europese wedstrijden die we tot nu toe hebben gespeeld hebben ons vertrouwen gegeven. En ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd neer kunnen zetten hier en 3 punten kunnen pakken. En dan ben je al een heel stap richting overwintering als je hier zou winnen? Ja, dat is een doelstelling en dat zou natuurlijk mooi zijn. Ik denk dat je dan nog wel een punt minimaal nodig hebt om door te komen. Maar goed, wat ik al zei, het is een grote stap om als je hier wint om ronde verder te komen.